Zembla kwam dus met een aflevering waarbij ze, of in ieder geval, trachten te bewijzen dat de vaccinatie voor de wintergriep helemaal niet werkt. Ja, de grieprik. Zoals een prik. Ja. Maar is dat echt iets apart, die wintergriepprik? Of is dat ook gewoon... Het is gewoon een jaarlijkse grieprik. Okay. Die je in de winter krijgt. Het is altijd als de R in de maand is. Oh, ja, dat je dan de grieprik krijgt. Dus dat is van september tot... Tot april. April. Ja. Vooral ouderen, toch? Vooral ouderen, ja. En mensen met longaandoeningen. Maar daar zijn dus ook nooit echt bewijzen voor geleverd. Dat het werkt. Dat die mensen dus geen griep oplopen omdat zij het vaccin hebben gekregen. En wat ik ook raar vind, is een vaccin die je spuit in principe gewoon een ziekte in je lichaam. En je lichaam die gaat dan antistoffen aanmaken, toch? Dat is het idee van vaccineren. Maar waarom moeten ze dan elk jaar zo'n vaccin halen? Als je eenmaal die antistoffen hebt. Of... Ja, maar de griep komt toch altijd terug. Ik bedoel, iedereen heeft vaker griep gehad, toch? Ja. Dat is niet een ziekte waar je één keer auto-immuun voor wordt of zo. Het is iets wat altijd terug kan komen. En het komt altijd een beetje anders terug. Ja, precies. Wat is dan eigenlijk nog het nut van dat vaccineren? Ja, maar ze komen steeds met de andere. Elk jaar komt er een nieuwe soort griep. Dus dan komen ze elk jaar met een nieuw vaccin. Maar dat vind ik wel raar, want elk jaar is er ook een ander soort griep weer. Ja. Verschillende, dus niet één soort griep, maar ook verschillende. Ja, het is dus één soort familie, maar dan heb je verschillende soorten takken. Nee, vernichten. Takken die gecreëerd worden, zeg maar. Okay. Elk jaar. Ja, ik vind het wel. Ik vind het echt... Ja, ik vind het gewoon niet kunnen. Ja, maar dus er is geen onderzoek. Hebben ze kunnen verifiëren. Ja. Dat aantoont dat die vaccinaties werken. Ja, want mensen krijgen ook nog gewoon griep daarin. Dat je ineens geen griep meer krijgt. Ja. Precies. Dat zag ik ook in die... Zelfs mensen met dus de griepprik. Die krijgen gewoon griep. Ja, ja, zag ik ook. Ja. Maar ze hebben een nicht prik gehad en die neef kwam. Oké, dat is een mooie analyse. En daarnaast, als je naar het RIVM, de RIVM-website toe gaat... Ja, de... Ja, dan zeggen ze... De Rijksinlichting... Nou weet ik het, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Zal ik het even googlen? RIVM, het is zo simpel. Voorlichting. Voorlichting, maatschappij. Nou, oké. Karim, ga jij verder met wat je aan het zeggen was? Als je naar de website gaat van het RIVM. Ja. Het Rijksinstituut. Vaccinatie en vaccins en medicatie en zo. Rijksinstituut voor... Nee, niet gewoon zoek het gewoon. Blijf maar gewoon lekker doorzoeken. We zijn bij Rijksinstituut in ieder geval. Maar zij zeggen dus dat per jaar 1000 tot en met 2000 influenza doden zijn. In Nederland? In Nederland. Waardoor ze dus deze... Maar wacht, influenza is toch die Mexicaanse griep waar we het over hadden? Influenza is griep. Griep. Is de Latijnse benaming voor griep. Ja. Dus dat kan allerlei soorten griep. Oké. Ja? En Tamiflu is de naam van het vaccin. Tamiflu. Ja, maar het probleem van het RIVM... Vroeg je iets of zo? Nee. Oké. Nou, ga maar lekker door. Ja. Het Rijksinstituut. Ja, zij zeggen dus dat er tussen de 1000 en 2000 influenza doden zijn. In Nederland? In Nederland. Ja, oké. Nee, maar dat is gewoon geaccepteerd. Iedereen. Ja, maar dat kan. Ik bedoel, dat kan. Nee, maar dus wat ze ontdekt hebben via Zembla, is dus dat er niet zoveel mensen doodgaan. En dat op het moment dat die griepepidemie elk jaar uitbreekt, dat zij er dan voor zorgen dat ze statistisch frauderen. Doordat ze dus iedereen die doodgaat optellen bij het statistiek voor influenza doden. Ja. Terwijl er helemaal niet bewezen is dat die mensen ook daadwerkelijk aan de influenza doden. En dit komt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ja. Toch? Het RIVM. Juist. Sorry. Tuurlijk, we zijn get real toch? We blijven real. We komen altijd met feiten. En dan heb je daarin tegen het CBS die per winter gemiddeld aan niet meer dan 200 influenza doden. En dat is het Centraal Bureau der Statistiek. Ik wacht erop. En ik ga ik het zeggen of ga jij het zeggen? Ik neem het over. Maakt niet uit. Maar oké, goed. Dus er is een discrepantie, een afwijking tussen wat het CBS zegt en wat het RIVM zegt. Maar het CBS is dus veel reëler dan het RIVM. Omdat er dus aangetoond is dat hun statistieken niet kunnen kloppen. Omdat ze dus van andere soorten griepen, hoogstwaarschijnlijk, erbij optellen. Die slachtoffers daarbij optellen. Ja. En daarnaast nog iets anders, wat er ook mee te maken heeft, is dat er in 2007 de
leeftijd waarop mensen gratis een griep kunnen krijgen, mm-hmm, verlaagd is naar 60 jaar in plaats van 65 jaar. Dus zodat meer mensen die vaccins gratis kunnen krijgen. Ja, daarmee kwamen er eigenlijk bijna 1 miljoen nieuwe patiënten bij. Ja. En ja, dus hebben ze in Nederland. In Nederland. Wat is, dit zijn cijfers. 1 miljoen mensen die halen dus gewoon jaarlijks. Nee, 1 miljoen erbij. Die komen erbij. Dus hoeveel vanwege mensen de verlaging. Zijn, dus hoeveel mensen zijn er nu in totaal die op jaarbasis een griepprik halen? Volgens mij. Een paar miljoen in Nederland vergrijst toch? 4 miljoen. Dus, 4 miljoen mensen die elk jaar een griepprik halen. Dat is een kwart van Nederland. Ja. En we weten niet eens wat er in die vaccins zit. We weten niet eens of het werkt of niet. Er is gewoon nooit bewezen of het werkt. Er zijn 4 miljoen goedgelovige oudjes. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... En we weten wel dat het bijwerkingen heeft. Dat weten we dus wel. Want wat zijn onder andere de bijwerkingen van bijvoorbeeld de griepprik? Daar heb je hele verschillende van. Maar die heb ik nu niet op papier staan. Oké, dat maakt niet uit. Ja. Er zijn in ieder geval wel. Nee, goed. We gaan verder naar een van de bijwerkingen die bepaalde vaccins hebben. En dat is namelijk de dood.